leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video. Ik heb vandaag voor je een Get Ready With Me. Het is namelijk vandaag 24 december. Dus dat betekent dat het vanavond kerstavond is. Zoals jullie kunnen zien zit ik niet in mijn eigen kamer. Dit is de kamer van mijn ouders. Dit lampje doet het wel, dit lampje doet het niet. Beetje zielig, maar Mewdy is er en die zit beneden in mijn kamer. En die wil natuurlijk niet op beeld. Dus ik dacht, ik film het gewoon even in mijn ouders kamer. Het begint een beetje schemerig te worden buiten, want het is om 4:30. En ja, ik heb gewoon even de lamp aangezet. Maar ik vond het wel heel erg leuk. Een heel erg leuk idee om op te maken voor de video. En gewoon een beetje met jullie te praten. Dus ik heb hier al mijn make-up liggen. Ik heb ook heel veel nieuwe make-upjes die ik uit wil gaan proberen in deze video. Dus laten we maar snel beginnen. Oké, er ligt hier dus een hele berg vol met make-up. Ik ga als eerst even mijn gezicht schoonmaken. Want ik heb net wel gedoucht, maar ik vind het toch altijd wel even fijn om dat alsnog te doen. Ik ga als eerst mijn gezicht schoonmaken met deze reinigingsmilk van L'Oreal. En deze vind ik echt heel erg chill. Niet gesponsord, gewoon lekker zelf gekocht. Maar ik vind hem wel echt heel erg chill. En zoals ik al zei, is het dus vandaag 24 december, kerstavond. En deze video komt, als het goed is, tweede kerstdag online. Dus ik dacht, dan kunnen jullie toch nog een beetje samen met mij opmaken voor de kerst. Dat is wel leuk. Wat ik ook eventjes wil zeggen, ik heb geen... Ja, ik heb vorig jaar visagie gehad, maar ik heb geen visagistenopleiding gedaan of iets. Dus ik doe alles lekker op mijn eigen manier, dus hoort iets niet. Boeien! Ik vind wel dat het zo kan. Het is niet gezegd dat blush voor je wangen is en bronzer ook voor je dingen. Het kan ook voor je ogen gebruikt worden. Dus hou je mening lekker voor je als je ziet dat ik iets fout doe. Er zullen vast heel veel dingen fout gaan die ik doe, maar dat ben ik niet. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie allemaal doen met kerstavond. Wij gaan altijd met de hele familie van mijn vaders kant gaan we bij één iemand zeg maar een soort van afspreken met z'n allen. En iedereen maakt dan lekkere hapjes en gaan we gewoon gezellig eten met z'n allen. Dus dat gaan we vanavond doen. En morgen gaan we lekker ontbijten. En morgenavond ga ik bij Miel eten. Want zijn moeder is dan jarig. En tweede keer gaan we ook lekker ontbijten. En dan gaan we bij de opa en oma van mijn moeders kant eten. Dus dat is heel erg gezellig. Oh, ik heb trouwens net mijn gezicht schoongemaakt met de bijbehorende tonic ervan. Ik denk dat ik het heel erg vaak ga vergeten. Want ik heb zo'n soort video nog nooit gemaakt in mijn leven. Dus ik hoop dat jullie het ook een beetje leuk vinden. Dan gebruik ik deze crème voor onder mijn ogen. Die van Nivea. Want deze is lekker dik. Dus dan is dat wel lekker voedend voor de winter. Want het is natuurlijk altijd rete droog in de winter. Oh. En ik ben ook echt zo benieuwd wat jullie ervan vinden. Dat ik nu 2 weken lang elke dag een video upload. Echt. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Ik vind het zelf wel erg leuk om te doen. Maar het was wel een beetje, ik wilde deze video heel erg graag nog met kerst erop hebben. Maar ik ging het pas opmaken als ik kerst zelf was. Dus het was een beetje raar. Maar wel erg leuk. Ik weet trouwens ook nog niet wat ik met mijn haar ga doen. Ik zit hier met mijn badjas. Die is trouwens van de Primark volgens mij. Dan gebruik ik deze gezichtscreme voor over de rest van mijn gezicht. Ik weet wel wat ik aandoe. Dat is een jurkje van My Jewelry. Wil je nou weten hoe die staat, moet je even mijn weekvlog van aankomende dinsdag in de gaten houden. Want daar zal het allemaal in voorkomen. Daar zal ik het ook allemaal gaan laten zien. En ook de rest van de kerstdagen wat ik aantrek en zo. Dus dat is misschien wel leuk om te zien. Zo. Dat zit erop. Ik heb dus ook allemaal nepwimpers van lashaddicted.nl. Om uit te proberen. En ik weet echt nog niet. Allemaal van die Ardell Wispies. Ik weet echt nog niet welke ik ga kiezen. Ik denk hele subtiele, want ik ga gewoon met familie vandaag en zo. Dus dan hoef ik niet mega erg uit te pakken. Oké, ik ga beginnen met deze CC cream van L'Oreal. En dit is dus groen. En als je het op je gezicht smeert, wordt het dus je eigen kleur. Oh, ik heb trouwens net ook zelf primer op mijn benen gedaan. Voor de mensen die mijn video Shop It or Drop It een paar weken geleden hebben gezien, die weten wel welke zelfprimer ik bedoel. Het is vandaag een stuk beter gegaan. Ik ben niet groen geworden. En ik heb ook een goede applicatorspons ding nu. Om het mee aan te brengen. Dus dat is ook top. Het is echt best wel mooi geworden. Ik moet alleen zo meteen even mijn hals en mijn armen nog doen. Maar ik wil me zo meteen eerst even omkleden. Anders zit heel mijn kleren denk ik onder. Zie je, het is eerst groen. Als je zo gaat smeren, wordt het je eigen huidskleur. Dat is echt bizar. Ik doe trouwens altijd alleen maar mijn wangen met dit spul. Omdat, ja, op mijn voorhoofd heb ik het niet echt nodig, vind ik. En mijn wangen zijn gewoon altijd rood. Dus als ik dit dan er een beetje opsmeer, dan helpt dat. Oh, en mijn neus soms ook. Er zit een glitter op mijn gezicht en ik weet niet hoe die er komt. Zo,
Nu heb ik het nog een beetje over, dus dat doe ik al zo'n beetje in mijn nek. Zo, dan pak ik een concealer van de Etos. Dit is in kleur butter, zo'n brightening concealer. Deze is echt heel erg chill. Deze heb ik echt al een jaar of zo. Misschien is die wel lang overdatum, dat zou best wel goed kunnen. Maar hij stinkt niet, dus dan is die denk ik niet overdatum. Geen idee, ik let daar echt niet op. Ik ben eigenlijk normaal, naar school draag ik dus alleen maar concealer, mascara en doe ik mijn wenkbrauwen. Vaak niet eens concealer, meestal alleen in de winter, omdat bij mij in de winter zijn mijn wallen echt heel erg donker en in de zomer niet. Dus ja, dit is voor mij best wel erg extra veel. Oh, ik heb nu een oranje vlek voor die concealer. Want onder mijn ogen is die concealer mooi, maar op de rest van mijn gezicht niet. Maar ik heb dus ook nog een andere concealer. Deze. Oh, ja. Van Pro Conce- van LA Curl. Maar die is dus iets oranje voor mij nu, denk ik. Ik zit trouwens zo, omdat daar het raam staat. Dus heb ik het beste licht vanop daar. Nou, het kan wel zo. Toch? Weet je. Ja, kan wel. Maar deze is denk ik echt te donker voor mij. Ik ga wel even... Het is zo moeilijk natuurlijk om online een goede concealer kleur uit te zoeken. Even kijken. Want ik hoor dus wel van iedereen dat deze concealer zou echt top zijn. Nee, deze is wel echt te donker voor mij. Oh my god. Ik weet niet of je het goed kan zien. Maar hij is iets te oranje denk ik voor mij, deze concealer. Maar ik heb hem dus ook in een bruine kleur om mee te contouren. Maar ik weet niet of ik dat vandaag ga doen. Misschien is deze kleur trouwens wel goed voor mij in de zomer. Maar voor nu niet. Oké, jammer. Ga ik nu contouren met deze? Nee, ik denk dat ik gewoon ga contouren met een poeder zo meteen. Want ik ben bang dat dit te heftig wordt. Want ik ben niet heel goed in contouren. Dus dat is het nu tijd om af te poederen. Doe ik gewoon met zo'n poeder van de Maybelline en de kwast van de Hema. Niet heel veel bijzonders. Ik ben echt benieuwd of jullie ook... Voor school dus bijna geen make-up op doen, net zoals ik. En dan met kerst wel uitpakken. Ik weet niet, ik vind het gewoon heel erg leuk. Maar het moet wel een beetje natuurlijk blijven. Het moet niet die sissy cream zie je namelijk amper op mijn gezicht zitten. Oh, en trouwens, volgende week is het oud en nieuw. En dan ga ik uit. En we hebben ook een dinertje bij een vriendinnetje. En dan ga ik dus ook een Get Ready With Me opnemen met Zoe. Dus heb je nog leuke vragen om met Zoe te beantwoorden, zet het in de reacties. Want dan kan ik die opslaan. En dan kunnen we die dus in die Get Ready With Us filmen of beantwoorden. Dat lijkt me wel heel erg leuk. Ik weet niet waarom, maar ik heb het gevoel alsof er iemand achter de deur staat. Oh, mijn nek. Die is echt heel wit. Ja. Oh, moet een beetje erbij. En ik ben echt zo slecht eigenlijk in make-up. Echt. Zo. Dan gaan we... Gaan we eerst gezicht of eerst de ogen? Want ik heb dus twee oogschaduwpaletjes. Eerst deze van NYX. Die heb ik toen vorig jaar voor mijn verjaardag van Char en Keur gekregen. En die is echt bloedje mooi. Maar ik heb dus ook een nieuwe van Sleek. Even kijken of ik hem open krijg. Dat is deze. Oh, ik krijg hem niet open. Oh my god, ik krijg hem echt niet open. Hey, nou. Dat is deze. En deze heeft ook echt bloedmooie kleuren. Kijk, en die heet All Night Long. Maar ik denk dus dat ik een beetje die goudbruin tint hiervan ga gebruiken. Met een kwastje. Oh, welk kwastje? Dat is nog te verhaal. Ik heb wel zo'n mini kwastje. Ja, jongens, ik ben echt een amateur. Maar dat maakt niet uit. Om het ook een open make-up doen. Ik heb dit in die mini kwastje van Real Techniques. Ik denk dat ik die ga gebruiken. En dan ga ik een beetje allebei de kleuren gebruiken. Of de paletjes gebruiken, denk ik. Ik ga als eerst... Ik praat echt alsof ik hier ziek verstand van heb, maar dat heb ik helemaal niet. Ik ga denk ik... Eerst... Oh, zo pop. Ik wil een beetje een bruine rode tint of zo. Ik denk dat ik eerst van het paletje van NYX... Die ga opdoen. Die vind ik wel mooi, denk ik. En ga ik even hier van het spiegeltje gebruiken. Ik gebruik ook... Oh, nee. Nee. Ik moet eerst mijn wenkbrauwen doen. Wat ben ik mee bezig? Wankies. Ik vind het allerbelangrijkste. Die vergeet ik gewoon.
wenkbrauwen. Deze ga ik even versneld doen, want dit heb ik al zo vaak gefilmd in vlogs en zo. Dus wil je nou weten hoe ik mijn wenkbrauwen doe, moet je even mijn vlogs en zo kijken. Want daar laat ik het best wel vaak zien. Dus dan ga ik dit stukje even versnellen. Oké, ik heb mijn wenkbrauwen nog bijgetekend, trouwens met poedertje van Catrice, de deksel is eraf, maar oké. En een korstje van Kiko en gewoon zo'n spoelie van de Ethos. En even het dekseltje zoeken, die klap ik er altijd een beetje op. En dan doe ik daarna altijd deze wenkbrauwgel van NYX eroverheen. En die vind ik echt heel erg chill. Ik heb hem nu ook al een jaar en ik gebruik hem elke dag. Dus hij gaat ook echt zeker niet snel leeg. Dat is heel erg chill. Zo. Dan is het nu wel tijd voor ogen. Ik wilde dus... Waar heb ik nou weer dat kwastje gelaten? Oh, zo'n goud in mijn leven. Oh hier, ik heb hem. Ik ga dus die rode kleur... Waar is dat? Even sleepballetje. Ik ga dus een beetje die rode kleur gebruiken. Niet te extreem. Of is het echt niet mooi? Nee, ik weet het echt niet. Nou, ik kan wel een beetje. En dan doe ik aan de binnenkant iets een beetje zilver of goud beige-achtig. Zodat een soort van lekker overloopt en het niet too much is. Want ik draag... Nee, ik ga het erop halen. Ik draag het nooit. Ik ga gewoon een beetje een zilver kleurtje doen of zo. Even die tonic pakken. Zo gaat het bij mij dus ook altijd als ik lipstick op doe. Ik vind lipstick super mooi en dan doe ik het op en dan denk ik, nee, dit is niks voor mij. Oké, ik ga gewoon het paletje van Sleek gebruiken alleen. En dit kwastje van de Ethos, dat is zo'n plat kwastje. En dan neem ik deze, oh, die kleur, deze. En dan ga ik gewoon een beetje mee over mijn ogen deze, zodat ik een beetje glimmertjes heb ofzo, ik weet niet. Nou, je ziet het niet echt, maar ik laat het er maar gewoon bij, want anders ga ik mezelf er helemaal voor lul zetten. Ik kan wel even kijken of er nog een andere kleur in dat NYX paletje zit om te gebruiken. Want de kleuren zijn wel allemaal gewoon heel erg mooi. Maar ik kan dit gewoon echt niet. Ik ben echt... Maar nu zie je het aan deze kant veel meer dan aan die kant. Oh, dat kan iemand me ooit visagie les geven. Hoe ik mezelf een beetje normaal kan opmaken. Nou, ik vind het wel prima zo eigenlijk. Ik doe wel een beetje highlighter. Dat ga ik wel doen. Ik heb hier zo'n... Highlight palet van NYX. Daar pak ik wel gewoon zo'n kleurtje uit. Dat een beetje in mijn ogen of zo, weet ik veel. Ik doe ook maar wat. Zo, lekker glittertje. Hartstikke mooie kleur. Dan oogpotlood. En ik heb er dus een nieuwe van. Van Smashbox. Zo'n heel leuk pakketje. Ga ik even eruit halen. En er zit dus in een... mascara, een primer en een oogpotlood. Maar ik wil dus net weer op gaan doen. Dus ik weet niet of ik die mascara wel moet gebruiken. Maar het oogpotlood is dus echt vet fijn. Dus ga ik even opdoen. Wat is voor jullie echt make-up waar je niet zonder kan? Ik heb mascara. Nee. Wenkbrauwpoeder. Ik kan echt niet zonder wenkbrauwpoeder. Zonder mascara zou ik denk nog wel kunnen. Maar zonder wenkbrauwpoeder. Oh nee, anders heb ik geen wenkbrauwen. Kijk dan hoe zwart je oog of hoe... Open je ogen nu lijken. Open je ogen. Ja, dat is voor je zin. Ga ik nu al die nep in? Nee, ik ga eerst even de rest van mijn gezicht doen. Ik heb hier namelijk ook allemaal contourpaletjes en blusherpaletjes. Dit zijn twee contourpaletjes die ik heb van Sleek. Ik weet niet eens of die camera scherp stelt als ik het laat zien. Want ik heb mijn bril of mijn lens dus niet in. Dus ik kan het niet zo goed zien. Dus sorry. Maar dit is dus... Face Form Contouring and Blush Palette in Medium. En ik denk dat ik wel deze kleur nodig heb. Want ik denk dat die lichte te licht is voor mij. Dit is het Medium paletje. En dan zal ik ook even het Light paletje overmaken. Ik ga er gewoon overmaken. En die ziet er zo uit. Ik ga wel de blush van deze gebruiken. Die vind ik ook echt vetje mooi. Ik twijfel een beetje tussen welke contour ik ga gebruiken. Ik weet het nog niet. Even kijken. Wat gebruik ik met deze kwast? Dit is de
Real Techniques Contour Brush. Ik denk dat ik gewoon begin met die lichte en dan kan ik altijd nog donkerder gaan. Ik hou namelijk echt totaal niet van zo'n dikke streep. Dus ik probeer het heel subtiel te doen. Maar ik weet dus ook niet of je dit wel ziet. Zie je het? Zie je een streep? Ik kan het namelijk niet zo goed zien in de spiegel. Ik weet niet hoe ik aan het doen ben. Ik kan het niet zien. Misschien deze kant wel. En of ik een trucje hiervoor heb? Nee, want ik weet zelf ook niet echt precies wat ik aan het doen ben. Dus sorry. Nou, ik weet het niet meer. Ik weet wel dat ik mijn hoofd even, mijn voorhoofd even kleiner ga maken, want dat is hard nodig. Grote voorhoofd voor mij. Dat is niet zo heel moeilijk. Nou ja, alsnog moet je proberen om daar ook geen vlekken of strepen te krijgen. Maar oké. Okay. En trouwens, als je een geluid al hoort de hele tijd, dat is zo'n ventilator van de douche. Dat het brandalarm niet afgaat als je gaat douchen. So sorry als je het hoort. En ik hoop dat deze video ook niet heel erg saai is, want ik ben vooral bezig met mezelf niet te verminken. Ik pas dan echt met praten. Maar volgens mij zie je die contour ook helemaal niet. Nou. Nou. Maar ik durf die kleur donker eigenlijk ook niet te pakken. Straks is die weer veel en veel te donker. Nou, weet je, ik vind het wel gescheten zo. Dat een klein beetje zo tippen. Aangezien ik het zelf niet zo heel goed kan zien. Dat er niet straks opeens een enorme bruine streep zit. Ik vind het wel prima zo. Blush. Dat wil ik wel een beetje op wat dingetjes. Pak gewoon die ene uit het lijpaletje, want dat is die Rose Gold. Die is echt vet mooi. We hebben dus wel op school geleerd bij Visagie dat je dus nooit mag blazen, maar altijd moet tikken, omdat er anders dus bacteriën in je kwast komen. Tip van de dag. Ik doe niet te veel blush, omdat ik altijd wel best wel roze wangetjes van mezelf heb. Het gaat een heel beetje om het glansje. Maar daarvoor hebben we natuurlijk ook highlighter. Deze highlighter vind ik niet echt glitterig, dus die ga ik niet gebruiken. Ik ga gewoon denk ik of mijn MAC Soft & Gentle gebruiken of eentje uit dat NYX paletje. Die zijn ook wel echt een beetje mooi. Even dit paletje dicht doen. Nee. Zal ik deze? Ja, ik denk dat ik gewoon voor Soft & Gentle ga. Die is altijd wel heel erg mooi. Maar ook weer niet te veel, want anders lijkt je weer zo'n clean blauw. Ik doe een klein beetje om mijn vinger en doe ik hem even bij mijn ogen. Maar er zit natuurlijk nog niet genoeg glitter, hè? Ik had er pas 3 highlighters overheen gegooid, maar dat maakt niet uit. Wat voor mijn gevoel is mijn ooghoek, zeg maar hier, heel erg donker. Maar ik weet niet echt goed hoe dat komt. Misschien omdat ik geen oogschaduwbasis of iets heb gebruikt. Maar goed. Hè, zijn we nu al te laat mee? Oké, ga ik net even gebruiken of mascara. Ik moet sowieso een laagje mascara doen. Oké, als ik wimpers ga gebruiken, welke ga ik dan doen? Nee, ik denk de Baby Dummy. Ik heb hier Duoline en ik ga dus deze opdoen. Ik denk dat die wel mooi en subtiel zijn. Althans, dat hoop ik. Ik heb dus ook nog nooit, maar wel vroeger met dansjes en zo deed ik wel heel vaak nepwimpers op. Maar ik heb dus nu denk ik al 2-3 jaar gedaan. En ik heb wel hier een tool dingetje van AliExpress. Had ik toen ooit bij Jessie Meyer gezien. Hoe lang ben ik al aan het filmen? Om 30 minuten, jezus. Zo'n tool dingetje. Dus ik ga het gewoon proberen. Ik ga eerst even wat lijm op mijn hand doen. En dan die wimpers er doorheen halen. Want dat weet ik wel. Omdat je altijd even moet wachten. Omdat je anders die lijm niet plakt. Dus dat weet ik dan weer net wel toevallig. Ik heb ook helemaal niet opgemeten of die wimpers wel goed mijn maat zijn. Maar dat maakt niet uit. Hallo. Oh my god, deze lijm stinkt naar vis, jongen. Dat is niet te harden.
En ik heb trouwens gewoon de transparante lijn. Oké, deze gaan we nu even 30 seconden laten drogen. Oh, en we moeten natuurlijk even een klein laagje mascara op. Zodat ze een beetje meevormen. Dus dat ga ik nu even doen met één hand. Terwijl die wimpers opdrogen. Zo, ik heb de Rocket Volume Express mascara gebruikt van Maybelline. Die is namelijk bijna op. Dus dat is dan heel erg chill. Oh, curry. Ik heb volgens mij geen kus. Oh ja, dan bezet. Stop. Ik kan hem daar namelijk ermee opzetten. Dat weet ik nog wel namelijk van vroeger. Dat je het altijd zo met een pincet erop kan zetten. En mijn camera kan volgens mij elk moment uitvallen. Want er staat dus een oranje dingetje in beeld. En dat betekent dat die dus bijna vol is. Ik ben ook al bijna een half uur aan het filmen. Fijn. En ik had zout al kunnen. Oké, de camera viel uit. Ondertussen zit de wimper er wel op. Maar ik vind hem niet zo mooi bij mij staan. Dus ik ga hem er weer afhalen en gewoon mijn eigen gewoon mascara opdoen. Volgens mij heb ik hem wel gewoon oké geplakt, maar... Ik ga gewoon mijn eigen mascara opdoen. En dan van de week als ik met Zoe ons ga klaarmaken, ga ik het nog wel een keer proberen. Maar dan met andere wimpers. Want deze staan niet zo mooi bij mij, denk ik. En ik heb nu eigenlijk ook geen tijd om er nog verder heel veel aandacht aan te besteden. Want we gaan dus straks weg. Maar ze hebben wel allemaal lijn op mijn wimpers. Dus even een watje pakken. Om het een beetje eraf te... halen. Heb je nou echt nog de gouden tip voor het plakken van wimpers? Let me know, want dan kan ik het in de volgende Get Ready With Me met Zoe wel uitproberen. Ik ga nu gewoon even mijn eigen mascara opdoen. Dat is deze, de Less Sensational van Maybelline. Het is die. Oké, mijn wimpers zien er nu wel een beetje verminkt uit. Aangezien er ook lijm op zat en er al mascara op zat. En er wordt het altijd niet heel erg mooier op. Maar ik kan er op zich wel mee door. Ik denk dat ik wel klaar ben met mijn make-up. Ik ga nu nog even mijn haar doen. Maar dat ga ik niet filmen. Dat kunnen jullie allemaal in mijn weekvlog zien hoe dat uiteindelijk is geworden. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Ik ben geen make-up arts. Ik heb maar wat gedaan. Ik heb maar wat op mijn smoel gesmeerd om het er een beetje normaal uit te laten zien. Ik hoop dat jullie het toch heel erg leuk vonden om naar te kijken. Volgende week dus een nieuwe Get Ready With Us met Zoe dus voor oud en nieuw. Dus ben je daar nou benieuwd naar? Abonneer op mijn kanaal en dan krijg je gewoon een melding als ik een video heb geplaatst. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En tot in de volgende video. Doei doei!